Ik sta hier bij een meneer. Ja, volgens mij is die vanaf de eerste rij hierbij betrokken, hè? Ja, zeg maar Theo hoor. Ja, 2008. En het mooie is, toen hadden we ook zo'n mooi weer. En 2014 hadden we ook de landelijke. Hadden we ook zo'n mooi weer. Dus ja, de goden zijn er goed gezin. Wat betekende Ride voor u? Ja, heel veel. De allereerste keer dat ik organiseerde, was ik gezond, geen enkel probleem. En we reden voor de opbrengst vermoeidheid bij ziekte kanker. Ik denk, dat is mooi. Ik weet nu wat het is. Want u bent zelf ook nu getroffen door de ziekte, hoorde ik vanochtend. Ja. Longkanker, nooit gerookt, altijd gesport. Gezond geleefd, maar ja, je moet maar pech hebben. En ja, in het begin was ik een beetje boos over. Maar toen zei die dokter, wees blij. Je had een zwaar traject in en daar heb je heel veel gemak van. En dat heb ik ook gehad. Van operatie en chemo en bijwerking. Maar ik sta er nog. Kijk, en u bent eigenlijk wel een van de gezichten van de rijt, hè? Nou, ze hebben naar mij de 100 kilometer genoemd. Ik heb mezelf gereden, natuurlijk ben wielrenner geweest. En de snelheid van het fietsen hebben ze nu gekoppeld aan de snelheid van het onderzoek. En ik heb tot twee keer toe profijt kunnen hebben van de onderzoeken die plaats hebben gevonden, mede dankzij de gelden van de rijt. Want in 2014 kreeg ik bericht van ja, je bent terminaal, we hebben niks voor jou. Ja, en een maand later was er een nieuw medicijn op de markt en dat matchte. Ja, geweldig. Nu fietst u niet mee. Ik heb de 25 gedaan. Oh, kijk, ik ook. Ik ben net binnen. Het zweet staat nog op mijn voorhoofd, want ik had nog nooit gefietst. En ik vraag aan u, wat vond u ervan? Ja, ik vond het geweldig om mee te maken. Ons team fietst altijd 100 kilometer, maar nu had ik een weddenschapje dat ik toch ook een keer mee moet fietsen. Maar wat je onderweg ook tegenkomt, de verbondenheid. Ja, nee, dat is duidelijk. En ja, we zijn natuurlijk, vind ik zelf, een mooie provincie. Het weer speelde ook mee, maar ja, die dijkjes, die bomen, en het is gewoon heel mooi. Ik hoor ook alleen maar lovende berichten onderweg. Maar goed, als organisator wil je het wel een beetje horen natuurlijk. Want hoeveel organisatie gaat er vooraf aan het evenement zelf? Ja, dat kan ik niet zeggen. We beginnen al, ja, vorig jaar zijn we begonnen in Haarlem toen we de opdracht kregen in Goes. En ja, dan in het begin is het wat minder, maar ja, we zijn elke week een paar uur bezig. Zeker. Nu loopt u hier rond. U ziet al die renners binnenkomen. Je ziet ook andere mensen die ook getroffen zijn door de ziekte. Bijvoorbeeld Ilse die vanochtend op het podium staat. Ja, kunt u dan het gevoel omschrijven wat er dan in u omgaat? Nou ja, kijk, dus denk ik geen uitdrukking. Gedeelde smart is halve smart. Ik heb met Ilse gesproken, vorige week hadden we samen een radio-interview. Ja, en dan hoor je wat een ander meemaakt. En ja, ik heb altijd gezegd, je moet met die kanker leven en niet na die kanker. En het beste van zien te maken. En dan heeft dit een enorm goed gevoel natuurlijk. Dat lied, de roos en de verbondenheid, samen rijden, samen die vuist maken. Ja, dat doe je wel wat. En het lijkt toch wel of die weergoden daarboven gewoon bij ons zijn, hè? Absoluut, en dat moet ik ook zo houden. Ik bedoel, ik wil hier volgend jaar weerstand, toch? Precies. Ja. Nou, dank u wel voor de tijd.